moet altijd overal schoonmaken, heel druk. Schoonmaken, stoffen, alles moet schoon, want veel mensen ziek geworden. Ja, Mexicaanse ziek, snot, hoofdpijn, koorts, alles. En meneer Raap Klink had gezegd, 1 op 10 mensen krijgt Mexicaanse ziek. Dus ja, ik hard werken, hè. VOC-mentaliteit, gewoon doorwerken. Vakken vullen ziek, Saïd vakken vullen. Schoonmaak ziek, Saïd schoonmaken. Ja, centi verdienen, ja. Balkenende, burgemeester van Europa, Saïd minister-president. DSB-bank failliet, Saïd voorzitter AZ. Ja, ik word niet snel ziek, gewoon sterke meneer, hard werken. Mijn vader zegt altijd, als je gezond wil blijven, pak ui, ochtends snij 2, onder de oksel doen. Hup, schapenmelk, half liter ongeveer drinken, makkelijk. En 2 schapen testikels eten, rauw. Maar het niet echt doen hoor, is heel vies, word je er ziek van. Ugh. Want op een dag zal hij zich opnieuw aan ons openbaren. Halleluja! Op een dag zal hij terugkeren op aarde. Halleluja! Ter nagedachtenis aan hen die trouw zijn gebleven aan hun geloof in hem. Halleluja! In wie? In hem. Wie is hem? Weldra zal de verlosser zich aan ons tonen. Oh, sorry. Oh, moet ik hier zuigen? Zuigen? Weldra zal hij terugkeren hier in het huis van God. Oh, dan zeker schoonmaken hier. Hè? Moet zeker dan, want het is altijd leuk als hij terugkomt en niet schoon. Stomnest hieronder. Hier. Snap je zo klaar, hoor. Heb je een moslim die je kerst schoonmaakt? Oh, ho! Oh!